Goed, welkom bij deze nieuwe tutorial. En deze gaat ook over MyProtec voor beginners. Ik ga je namelijk een RouterOS downgrade laten zien. En dit is zeer gemakkelijk uit te voegen. Maar door de gewone procedure te volgen gaat het niet lukken. Goed, wat moeten we eigenlijk opletten? Ik ga even de router erbij halen. Als we naar System gaan. Resource. Zie je hier. Onderaan Factory Software. 6.38.7. Dit wil zeggen dat we niet onder deze RouterOS versie mogen gaan. En bij een andere router heeft dat misschien een andere RouterOS versie. Bij deze router mogen we zeker niet onder RouterOS 6.38.7 gaan. En dit is natuurlijk afhankelijk hoe lang deze router al bestaat. Oké, we gaan hier niet langer over uitweiden. We gaan over naar de praktijk. We zien hier dat de 6.43.13 is geïnstalleerd. Oké, wat moeten we doen? We gaan naar de website van MyProtec. We gaan hier naar software. En bovenaan zie je downloadarchief. Ik ga hier deze nemen. Dus klik hier op de release. 6.42.12. En hier kan je de architecturen gaan aflezen. Deze moeten we hebben. En ik ga de packets gaan downloaden. Dus de NPK-file is dus de ene file waar alles in zit wat je nodig hebt. We gaan dit downloaden. Dus wat gaan we doen? We gaan hier naar de verkenner. Downloads. Deze moeten we hebben. Oké, wat gaan we doen? We gaan hier deze naar beneden brengen. We gaan eerst naar files. En we moeten deze file gewoon hier vastnemen. Dus met uw linkermuisknop vasthouden en we slepen deze in het venster. En laat de linker muisknop los. Oké, dit is een procedure die iets anders is. Normaal gezien moeten we nu naar System. Reboot. Maar bij deze lukt dat niet. Nee, we gaan eerst naar System. Package. En dus we gaan hierop klikken, downgrade, bevestigen. En de router gaat nu gaan herstarten. Zo. Dat is een teken dat de router aan het heropstarten is. En een downgrade procedure kan toch een tijdje duren. Dus sla niet in paniek als dat een tijdje duurt. We gaan dit even sluiten. Zoals je problemen hebt met een upgrade van RouterOS, kan je nog steeds naar beneden, naar een downgrade gaan en de router gaat werken. Ik hoor de router zo. En na de twee biepjes is die terug bereikbaar. Ik ga hier dubbel klikken op Winbox en ik ga even afwachten. Oké. Die gaan we gaan connecteren. En wat zien we? De 6.42.12 is geïnstalleerd. Goed, dat was het voor deze tutorial. Heb je nog vragen, kan je me zeker en vast contacteren. En je mag zeker gerust uw vraag stellen. Tot de volgende tutorial en veel succes met je MyProtec router.